16 jeugdvoetbalteams van over de hele wereld die strijden om maar één ding, de Novio Talent Cup. Dit weekend vindt er een nieuw jeugdvoetbaltoernooi plaats op het sportcomplex van NEC. De spelers Alireza Jouwenbaks en Jasper Sillissen zijn ambassadeur van het toernooi dat door onder andere oud-NEC'er Daan Disveld wordt georganiseerd. Jeugdvoetbalteams helemaal uit Congo, Canada en Singapore, maar ook grote Europese clubs als Benfica, Bayer Leverkusen, Club Brugge en Feyenoord zijn dit weekend op het sportcomplex van NEC te bewonderen. Mede-organisator en oud-NEC'er Daan Disveld speelde zelf ook jeugdtoernooien met NEC. Dat in combinatie met zijn liefde voor de club zorgde voor dit toernooi. Best wel lastig, maar ik wilde iets, het klinkt altijd zo heftig om te zeggen, ik wilde iets aan NEC terugdoen, maar ik wil NEC toch wel ergens mee helpen. Omdat ik me gewoon heel erg thuis voel hier bij NEC. En als ik terugkijk op mijn carrière, dan herinner ik me namelijk de toernooien en niet per se de competities of de wedstrijden. En toen dacht ik, ja, dus hoe vet zou het zijn als we echt een heel vet toernooi hier bij NEC neer kunnen zetten. En met Bas en met Tony toen de tijd, die hebben het gesprek gehad. En die waren super enthousiast en nu staan we gewoon hier met 16 teams. Het is echt bizar. Algemeen directeur van NEC Wilco van Schaik is trots op het toernooi en volgens hem past het goed binnen de visie van de club. Ja, dat maakt wel trots denk ik als directeur en ook namens de organisatie. Als je dit soort topclubs hier naartoe kunt halen, dan loop ik hier wel trots rond. Nou, dit is absoluut een topsport. En wat wij willen natuurlijk met onze academie ook de komende jaren doorontwikkelen tot topsportniveau. En dat betekent dat je ook daar prijzen moet pakken en in de hoogste divisies uit wil komen. Maar vooral belangrijk voor ons talent ontwikkelen. Ja, talent ontwikkelen met weerstand. Nou, die bieden wij wel de weerstand voor de talenten op het absoluut hoogste niveau. En als je dit soort dingen kunt aanbieden als club als NEC, dan blijven talenten ook bij je. Naast natuurlijk de individuele manier van trainen en begeleiden die we al doen. Maar dit voegt wel heel veel toe waarom talenten bij NEC willen spelen. Ook na deze editie zal het toernooi nog 2 jaar bij NEC te zien zijn. Volgens Disveld is het nu al voor herhaling vatbaar, maar wel met wat extra hulp. Klopt, we hebben met NEC afgesproken dat we in ieder geval, we gaan jaar voor jaar kijken. In principe kunnen we hier 3 jaar terecht en zijn zij de gastclub voor het toernooi. Dus ja, als ik dit zo zie, dan is het zeker voor herhaling vatbaar. Maar misschien wel 1-2 extra mensen in de organisatie, want ik had een kort nachtje.